We zijn hier bij het Grand Café Alleman, een hele gezellige eetgelegenheid midden in de wijk Drielanden. En er zijn heel veel dingen natuurlijk waarom dit café zo bijzonder is, maar dat zijn vooral hun bijzondere collega's. Nou, het is sowieso ontzettend leuk om met deze doelgroep werkzaam te zijn. Hè? We zijn mensen met een beperking. Het mooie van dit werk is dat we ze ook wat proberen te leren. Ze integreren in de maatschappij door te werken hier bij Alleman. De horeca wat wij hier uitvoeren is een middel, zoals we dat noemen, om een vorm van dagbesteding aan te bieden. Wat voor hun heel belangrijk is, is het werken in het restaurant. Dat vergroot hun zelfvertrouwen. Dat maakt dat hun werk heel erg waardevol is. Ze hebben echt het idee dat ze een steentje bijdragen. Ja, ik hoor dat heel vaak van de gasten terug. Mensen vinden dat heel erg leuk. Ze geven ook aan dat ze daarom weer extra nog een keertje terugkomen. Mensen aan tafel, dus onze medewerkers aan tafel, zijn ook heel eerlijk, heel direct. Dat is gewoon ontzettend leuk om te horen. Mensen die ik begeleid zijn heel puur, zijn ook heel eerlijk. En dat maakt het voor mij heel erg makkelijk om met ze om te gaan. Dat ik precies weet waar ik zelf aan toe ben. En daar mijn begeleiding ook op kan aanpassen. Mensen kunnen komen voor een kopje koffie met wat lekkers erbij. Daarnaast hebben we de lunch hebben en het diner. Er worden ook wat verjaardagen, partijtjes, zeg maar. In de zin van de vorm van de buffetjes. High teas worden georganiseerd. Dus eigenlijk is er voor ieder is er wat te verkrijgen hier. Ik heb mijn opleiding hier gedaan, de SVH-diploma. Horeca-assistent. Leuk om te doen, het is een leuke ervaring. Je hebt veel gasten. De ene dag is iets minder, de andere dag is weer meer. Dat is best wel aanpoten dus. Ja, maar dat zijn we wel gewend. Het is nog, ene keer is het, zeg ik, drukker dan de andere keer. Ik vind de bediening en bij de bar en de kassa draaien, dat vind ik wel het leukste om te doen. Waar het allemaal gebeurt, maar wat doe je hier allemaal zoal? Van alles koken gewoon. Ja, koken. De koude kant, doe ik van alles. De warme kant, wat ik net ook zei, en de afwas. Ja. Ik doe eigenlijk van alles. Maar, dus je bent wel echt van alle markten thuis. Ja, het is altijd wel wat nieuws te doen. Hè? Dus het is altijd wel wat. Ik vind het wel leuk, het koken inderdaad. Ja. En hoe gaat dan die samenwerking tussen jullie? Nou, ik luister altijd goed naar de chef, wat de chef zegt. Dus dat gaat wel goed. En jij bent dus de chef hier? Nou ja, we doen die met z'n allen. Dus